Rond 11:30 kwam John Guidetti vanochtend aan bij de Kuip en hij kon zijn schoenen pakken en zich direct gaan omkleden. Zijn nieuwe teamgenoten waren toen al ruim een uur aan het trainen en de Zweedse spits werd door teammanager Bas van Noordwijk naar Varkenoord gebracht. En daar was het als eerste handen schudden met wat fans en daarna maakte trainer Ronald Koeman kennis met de van Manchester City gehuurde speler. Daarna stelde Guidetti zich voor aan de spelersgroep en gek genoeg had hij het langste praatje met zijn concurrent voor de spitspositie, Guillaume Fernandes. Vrijdag zal hij pas voor het eerst echt meetrainen met de groep, want morgen is Feyenoord vrij. Het rondjeslopen leek Guidetti al snel wel gezien te hebben. En hij was dan ook blij dat Koeman hem nog wel liet meedoen aan een afwerkingsoefening. En daarbij liet hij zien waarvoor hij gehaald is, het maken van doelpunten. En terwijl Guidetti zich dus bij Feyenoord meldde, nam Leroy Fer vandaag afscheid van de club. De middenvelder zal zich morgen voor het eerst gaan melden bij zijn nieuwe club FC Twente.